prima bal van Jensen. Paalbek 1-0. Zo snel en zo simpel gaat dat. Zit bal binnen, daar is hij. Kooijman. En daar is Albeck met de 0-1. Ja. En dan nu de kans voor Jensen. Babos en natuurlijk dan Marcus Albeck. In de winterstop van het seizoen 2000-2001 maken we kennis met misschien wel een van de beste spitsen die Heerenveen ooit gekend heeft. Een ijzersterke spits en een echte afmaker. Inmiddels woont de Zweed alweer jarenlang in zijn geboorteland, maar zijn connectie met Heerenveen zal altijd bijzonder blijven. I'm very well, thank you. It's actually very bad and boring weather in Sweden, in Stockholm. It's just raining and raining and raining. But I remember it was nice times to play football when it was raining. So yeah, everything is fine. Yeah, and how is life in Sweden? What do you do nowadays? I'm still working as an agent. Been doing that for 5 years now, together with another ex-player, Martin Dahlin. And of course, it's been a very boring year when it comes to football in the last 1.5 years. Not so easy to travel, not so easy to meet players. And so, but now it looks better. The public is coming back to the stands, and football is going on as it used to be. So it's very nice. 3 jaar geleden was Marcus voor even terug in het Abelenza Stadion om de wedstrijd tegen Ajax te bezoeken. Uiteraard wilde de oudspits wel even gedag zeggen tegen de fans, maar dat die nog steeds zoveel van hem hielden, was toch ook voor hem wel wat onverwachts. Oeh, it was a emotional day. It was almost a surrealistic moment because it was. I thought I was coming onto the pitch to just say hello for like 30 seconds or so. But then they asked me to walk around, and I didn't really feel comfortable with that because there was a game coming, and I didn't want to take up too much time. And I thought now it's new audience from. It was 20 years ago since I played there, so I thought I wouldn't be that recognized. So it was, of course, it was a fantastic moment for me and for my family to watch that and to get the love from Heerenveen supporters, which is a big place in my heart. You made so much impact in this 1.5 year that 15 years later they all sing your name. And what does that say about your time here in Heerenveen? No, but I've said it a lot of times before. It was probably my my best time as a footballer, and it's where my football career really kicked off. And we have a special connection, me and the fans, I think, because I was lucky to be in the team when he was so successful. And but of course, we have a lot of good players at that time. It was absolutely not just me. We had a lot of really, really good players. And of course, for me, it was really nice because I had a lot of opportunities to score. And I was lucky to score a few goals as well, and of course people remember and recognize that. So but it's a special connection. I don't think I really had that special connection at any club, I would say, outside Sweden, because my youth club in Örgryte in Göteborg is where I started and where I finished. Of course, it's a lot of special love and moments with them too, but Heerenveen is absolutely up there. Na een ijzersterk seizoen is er veel interesse voor de Zweedse aanvaller en vertrekt hij, nadat hij is gekroond tot speler van het jaar, naar de Premier League om voor Aston Villa te gaan spelen. En ook al was het maar 1.5 jaar, Marcus denkt nog vaak terug aan zijn tijd in Heerenveen en ook in het speciaal aan zijn trainer Foppe de Haan. Nou, Foppe en hij...
found each other. I mean, he was asking a lot from the players, and I liked that. I was in a developing part of my career, and Foppe was perfect for me at that time. He was not always the one that that was yelling or screaming, or but when he did, he meant serious. So you understood. But he was asking a lot, but he was also showing his love. And I think also a big part was that he was or is a legend in the club and in Friesland. And I think that really helped us as a team to have a local legend who took care of this team with a lot of good players, and he knew how to shape and how to form this team. And he took in one player there, and he took in one player, and one player left, and he really, yeah, he had a good way of controlling the team. And of course, it was fantastic to hear that him and Riemer got the stand. Riemer was the big man, of course, when I was there, and was also fantastic. He was on top. He was the president, and Foppe was the head of coaching, of course, and it was the team under him. So it was a good connection throughout the team, and all the people working at AB Lenstra for the club was also really, yeah, it was one big happy family. And it was always, we got to see them every day, more or less. And they really took care of us. The club really took care of us who were foreigners, made sure that that we felt at home when we were not. So I think that was a very big part of the success. Het eerste kwartier van de tweede helft is omgevlogen. Er is veel gebeurd. Alleen wachten op meer doelpunten. Dubbelaar. Daar is het doelpunt. En wie anders dan Marcus Aalbek. Nu kon het nog achterwaarts, maar dan de fout van Nijkamp en de treffer van Aalbek. Op het konto van de arme Arnold Nijkamp. Altijd gevaarlijk voor de goal. De Zweeds international scoorde vaker wel dan niet. En daarom is dit, volgens onze redactie, de top 20 goals van Marcus Aalbek. Venema. Benders. De vrije kans. En het doelpunt van Aalbek. In de 89e minuut. En die komt letterlijk uit de lucht vallen. Een hoge, verre trap die verkeerd en onzeker verwerkt werd. Denneboom was daar druk bezig. En achter hem staat Marcus Aalbek, die met zijn vierde treffer voor Heerenveen. De vierde in Brabant gemaakt trouwens. 1-2 aan tegen. Venema. Mendes. Schot. Talan. Nee, schot Radonski was het in een doelpunt van Aalbek. Geweldige poeier van Arek Radonski op de kruising. En Aalbek is een goaltjesdief, dat bewijst hier. Hij heeft er een neusje voor. Hij staat goed. Zijn tweede treffer, 1-3. Taleev. Hebbingen. Nurmela, Jensen. Talan scoort hij net als vorig jaar de winnende. Of geeft hij de kans aan Aalbek? Zo is het. En eindelijk scoort de Zweed weer eens. Marcus Aalbek. Het is zuur voor de Graafschap. Maar het is niet anders. De Graafschap dat de verdediging helemaal overlaat. En Aalbek scoort op de paas van Talan. 1-2 in de 90ste minuut. Het meeste gevaar, voor zover daar sprake van is bij Heerenveen, komt uit de dode momenten. Zoals deze, met de vrije trap van Nurmela. Op de paal en dan 1-0. Aalbek met zijn tweede goal van het seizoen.
De uitgespeelde kansen waren er voor RKC. Heerenveen komt op 1-0 via een uitstekende vrije trap van Nurmela. Hard terug van de paal en Aalbeck kan de hoek uitzoeken. Tjoetang die speelt voor Saverin in de tweede helft. Tactisch is er niks veranderd. Edman, Denneboom en dan kan Heerenveen weg met Talan. Goeie paas van Denneboom. Aalbeck staat helemaal vrij. Ziet Talan dat ziet hij. En Aalbeck scoort natuurlijk 0-2. Prachtig uitgespeelde counter van Heerenveen. Talan is niet zelfzuchtig, kiest voor Aalbeck en de Zweed schiet zijn vierde van het seizoen erin. Radomski, Denneboom geduwd, voordeel gegeven door Sterk. Volmer, Aalbeck, Aalbeck, loopt hem binnen, 5-0. Struikelpartij bij Denneboom, voordeel gegeven door Sterk. Volmer twijfelt, Zeger staat op de rand van de 16 meter. En Aalbeck kan zo doorlopen en zijn tweede van de avond maken. 5 minuten nog tot de rust bij de vrije trap van Heerenveen. Aalbeck, 4-0. Het kon niet uitblijven dat die Zweed, die zo'n belangrijke rol speelt bij Heerenveen na de winterstop, ook zou gaan scoren. En dit is een fraaie goal van de spits. Eventjes vrijgelaten in de lange hoek, 4-0 met het hoofd. Grensrechter moet op de achterlijn gaan staan van Luijnke, de scheidsrechter bij de vrije trap van Mika Nurmela. En nu is het raak. Vrij ingekopt door Marcus Aalbeck. Bijna net zo vrij trouwens als Van der Vaart eerder in de wedstrijd. Want kijk eens wat een ruimte daar achterin gelaten wordt. Ongetwijfeld gebrek aan organisatie door het vertrek van Kiwu. Nurmela. Bosma slaat de bal boven het hoofd van Aalbeck weg. Opnieuw Nurmela. Aalbeck, nu is het wel raak. 1-0, Heerenveen, Marcus Aalbeck. Het is eigenlijk pas zijn eerste kans. En hoe koelbloedig is de Zweed dan? Denneboom. Beduidend sneller dan Betzai. Mendes raakt de bal half, maar het is voorlopig voldoende. Venema. Lulling, intelligent gespeeld. Venema en Aalbeck, 2-0. Doelpunt nummer 9 van het seizoen voor de Zweedse international Marcus Aalbeck. Maar de inleiding was zeer vrij. Lulling op Venema, Aalbeck vrijgespeeld. 2-0 Heerenveen op een psychologisch belangrijk moment. Schuurman. Bedooier. Edman. Heel sterk. Een van de beste krachten van Heerenveen. Mooi meegegeven aan Jensen. En nu Denneboom op snelheid. Denneboom wordt vastgehouden. Aalbeck. Hij doet het opnieuw. Heerenveen komt op voorsprong. En 60% van het doelpunt gaat toch uit naar Denneboom. Die ineens versnelt. En dan een loepzuivere voorzet aflevert voor de rechter van Aalbeck. Die zijn 13e van het seizoen maakt. De tegenstoot van Heerenveen. Dennis de Nooyer 1-1. Met de goal van Aalbeck. Voor de eerste keer scoort hij voor de club uit Friesland. Dat kan nog wat worden. Na 4 minuten staat er 1-1 op het bord.
slecht behandeld door Landsaat. Olbeck. Olbeck na een half uur. Olbeck. En 3-1. Ongelooflijk zoveel ruimte als er is bij Willem II. Dat zich makkelijk de kaas van het brood laat eten. En Olbeck maakt zijn tweede. Twente lijkt dan op de overwinning af te stevenen tot dit gebeurt. Dit lijkt buitenspel. Scheidsrechter vindt van niet. Olbeck denkt dat is lekker. 1-1. Protesten toch nog even van Sander Bosker. Zien ik hier nog een keer. Het lijkt inderdaad buitenspel. Maar de wedstrijd eindigt gewoon lekker op 1-1. Beide ploegen hebben daar vrede mee. En hebben afscheid van het publiek en van elkaar. En van de competitie. Leurling. Zomaar weer Nurmela voor de goal. 5-1. Het wordt een ongenadig pak slaag. Met de derde goal van Olbeck. Leurling zet het op. Allemaal mensen op lijn. Vrijgeven op Nurmela. En Olbeck tikt hem behendig binnen. En het is nu echt gedaan. Het was een kans voor Willem II na een half uur voorrust. Die Willem II vleugels gaf. Is dit het moment, een half uur in de tweede helft, dat Heerenveen nog eens gaat aanzetten. Nurmela. Aalbeck. De Nooier met veel ruimte. En Aalbeck. Meedogenloos, natuurlijk. Het is nummer 10 van de competitie. En het is simpel. De combinatie en rechtdoor het doel in. Marcus Aalbeck, hij heeft iets met dit stadion in Tilburg. Brugging met Radomski. Aalbeck. En Talan. Ja, wie mag het doen? Hij dus. 1-0 voor Heerenveen. De ruimte is rond met er over de grond te gaan. En na het maken van een doelpunt in de 12e minuut. De verdediger Brands schudt bij zijn hoofd na deze situatie achterin bij PSV, waardoor Aalbeck kan scoren na de combinatie met Talan. Aalbeck. Aalbeck draait hem er zomaar in. Seconden na de goal van Bosveld scoort Aalbeck. De spits die niet in vorm was, maar wel degelijk scoort uit de eerste de beste kans in de Kuip. It wasn't always the most beautiful goals, but it was important goals and of course against the biggest teams then it was very nice. Yeah, of course Ajax. But all Ajax and PSV and Feyenoord at home, and we were winning a lot of those games. And but it's difficult. If I have to choose one, I think it was. I think I would choose the one against Ajax, where it was a high ball coming, and I took it with me, and it was a low shot. The whole play or the act was nice and. It's not so often that you are successful in those kind of touches, and I was lucky to do that well. So that is a nice goal to remember. Venema heeft gewacht met de vrije schop tot alles bij Heerenveen staat zoals het moet. Jensen kreeg een gooitje van Galasek die daar naar de bal veroverde. Weer Aalbeck weggedraaid van Kiwu. Aalbeck, fantastisch. Wat een spits is deze Zweedse international. Zoals hij hier kort wegdraait van Kiwu. En zoals hij het dan van 16 meter en 15 centimeter voor de kansloze grim afmaakt. But when can we expect to see you here once again in Heerenveen? When can we welcome you again? Yes, I hope it will be soon. Why not this year or start of next year? I mean, it's now the world is opening up again, and
it's getting more and more okay to travel. And for me, like I said, it's going to be, yeah, the world is opening again. And especially my job, I need to travel a lot to meet clubs and to meet players and to see players. So yeah, I'm really waiting for the world of communication to open up even more. Or yeah, maybe we see you with one of your talents over here. Yeah, that would be, of course, that would be like a dream to have someone to bring to Heerenveen. And let's hope it happens soon. Het eindsignaal komt bij 5-1. Ajax leidt. Nadat er de eerste 45 minuten niks aan de hand leek, onverbiddelijk de eerste nederlaag. En wel tegen twee vijanden. De eigen organisatie bij dode spelmomenten. Door Heerenveen keurig afgestraft. En de fantastische Marcus Aalbek, die de man van de wedstrijd is terecht. En inmiddels ook op 7 competitietreffers staat.